Het tropenrooster is ingegaan. Ze beginnen hier in Maden een uurtje eerder en stoppen niet later dan 3 uur. Het is niet leuk voor de mensen. En wil je mensen gewoon de volgende dag ook weer laten komen, dan moet je gewoon op tijd stoppen. Want iedereen heeft zijn rust nodig. Hetzelfde als de plant. Ja, want die plant die heeft het ook extra zwaar. Bij Van der Land stelen ze zoete puntpaprika's. Hier in Maden staan zo'n 65.000 planten. Kijk, dit is wel het nadeel met het hele warme weer. Dan krijg je neusjes, zoals wij dat noemen, dat verbrandt. Die gaan naar mijn koeien. Ik heb 2 Callaway-koeien. En die eten redelijk wat kilo's iedere dag. Hij kan de verdamping niet bijhouden. Vandaar dat de koele nachten zijn belangrijker dan warme dagen. Alleen de nachttemperatuur zien die oplopen. Ja, en daar kennen de paprika-planten niet zo goed tegen. Want hij moet eigenlijk in de nacht afkoelen. Rust, tot rust komen en afkoelen. En daarom wordt de temperatuur nauwlettend in de gaten gehouden. Hier kun je zien, de zon zakt weg en gelijk zie je de kasttemperatuur zakken. In de kas wordt het meestal maximaal 1 graad warmer dan de buitentemperatuur. Maar door de plant is de luchtvochtigheid hoog. De planten staan te verdampen, te zweten. Daardoor loopt de RV op en daardoor gaan wij moeilijker zweten. De RV? De relatieve luchtvochtigheid. Dus bepaalt hoeveel vocht er in de lucht kan zitten. Komende dagen houden ze hier dus vast aan het tropenrooster. Extra vroeg beginnen, maar ook extra vroeg klaar. En wat de plant betreft, volgende week zal pas duidelijk zijn of de nog hetere temperaturen van komende dagen schade zal toebrengen aan deze zoete puntpaprika.